Goeiedag. Aan het begin van deze donderdag waren er nog droge condities en kon met een gerust hart nieuw riet op de daken gelegd worden. Maar daar gaat wel verandering in komen, want vanavond en ook tijdens de nacht naar vrijdag krijgen we met regenachtig weer te maken. En op de weerkaart zien we dat ook duidelijk terug. Twee kleine lage drukgebiedjes in onze omgeving en daaromheen verschillende zones met neerslag. En vanavond en vannacht krijgen we met dit gebied te maken, wat geleidelijk naar het noordoosten gaat wegtrekken. Vrijdag overdag zien we nog wat buien ontstaan. Dan is het tijdelijk wat rustiger. Maar later, vanaf zondag, zien we vanuit het westen alweer nieuwe neerslagzones naderen. Vanavond dus regenachtige periode, ook veel bewolking en een matige zuidoostenwind. Temperatuur blijft onder die wolkendeken een beetje zo rond 12, 13 graden schommelen. Tijdens de nacht gaat die neerslagzone zich geleidelijk in noordoostelijke richting verplaatsen. Vanuit het zuiden wordt het dan weer wat droger met wat opklaringen. En vooral tijdens opklaringen kan de temperatuur dan nog dalen naar 7 graden. Maar onder die bewolking met wat regen erbij ligt de temperatuur zo tussen 8 en 10 graden. Morgen dan draait de wind naar het westen tot noordwesten. En dat betekent dat vanaf de Noordzee toch een wat koelere luchtsoort over ons land uitstroomt. De middagtemperatuur komt daardoor niet heel veel hoger dan 13 of 14 graden uit. Zoals ik net al zei, verspreid over het land nog enkele buien, maar ook wel ruimte voor de zon tijdens droge perioden, afgewisseld met wat wolkenvelden. Als we dan voorzichtig nog even vooruitkijken naar de lange termijn, dan ziet van het weekend vooral de zaterdag er goed uit, een graad of 13. Maar zondag is het regionaal behoorlijk nat, ook door weer een nieuwe regenzone. En wat voor de nieuwe week vooral opvalt, is dat het licht wisselvallig blijft en dat de temperatuur geleidelijk weer een paar graden hoger uitvalt. MUZIEK.